Hallo kiddoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik vond het wel weer eens tijd worden voor een favoriete, een tops en een flops. Niet van de maand, want ik doe het niet meer iedere maand. Maar ik heb de laatste tijd gewoon echt heel veel mooie make-up producten ontdekt. En ik had zoiets van, tot wel eens tijd om die gewoon eens even samen te zetten en samen te vatten. En gewoon eens even te kijken van, aan je te laten zien. En ook om mijn tips te delen en zo. Ik heb ook wat dislikes ontdekt. De producten die ik toch wat minder fijn vond. Dus zodoende vond ik dat het wel weer eens tijd werd voor een nieuwe video. Ik heb dit keer ook lifestyle favorieten bij. En lifestyle dislikes had ik niet. Maar ik heb dus likes, beauty dislikes en lifestyle likes. We gaan even beginnen met de dislikes. Hebben we die maar gehad. Alleen maar fijn, toch? Wat ik echt een dislike vond. En dat is eigenlijk heel erg jammer. En ik baal er ook een beetje van. Is MAC Diva de lippenstift. Waarom? Ik vind de kleur super mooi, dat vooropgesteld. Maar hij gaat ontzettend lelijk bloeden. Hij gaat echt overal naartoe. Nou komt het ook misschien wel dat ik op mijn werk nog steeds een mondkapje draag. Hij is niet transferproof, maar er zijn geen van de MAC lippenstiften. Maar deze specifieke kleur, misschien komt het ook omdat het gewoon een donkere kleur is. Die gaat echt overal naartoe en dan zit het op mijn wang. En het smeert gewoon heel erg makkelijk. Ook vind ik het lastig om het zeg maar egaal aan te brengen. Dat is wel vaker met donkerrode lippenstiften zo het geval. Maar met deze vind ik het bijzonder opvallend. Ik heb er een kleintje van. Gelukkig geen groot. Je kon hem zien in een Douglas shoplog die ik laatst had opgenomen. Het is niet dat ik hem nooit meer ga gebruiken. Maar in ieder geval niet naar mijn werk. Maar zelfs als ik geen mondkapje draag. Hij gaat gewoon overal naartoe. En dat vind ik lastig. En ook met een lippenplootje eronder. Want dat heb ik dus geprobeerd. Dat vind ik een beetje jammer. Dus ja, en ook ja, je betaalt als je een grote koopt iets van... Volgens mij zijn MAC lipstiften voortaan al €25. Dus dat is gewoon heel erg jammer. Nog een dislike is dit nagellakje van Kruidvat. Deze specifiek. Je kan het ook op de dop zien. Je knoeit er heel makkelijk mee. Het gaat wederom ook overal naartoe. Het is een dun lakje. Daarom vind ik hem ook niet zo fijn aanbrengen. Niet zo fijn verdelen. Plus hij steent gigantisch in je nagels. Als je deze draagt loop je nog 3 weken met blauwe nagels rond. Ondanks dat ik een hele goede base coat eronder doe. Hè. Het is niet dat ik het niet geprobeerd heb. Daarnaast deze. Dat is denk ik wel specifiek voor de lijn. Is dat de houdbaarheid ook gewoon niet heel erg goed is. Het gaat er gewoon heel snel van af. Binnen een dag heb ik al putjes in mijn nagels. Of hoe heet dat? Dat het eraf is, zal ik maar zeggen. Ontzettend jammer. Ik ben trouwens hier ook mijn ringvinger kwijt. Ook in zijn geheel. Dit is een nagellakje van Essence. En die vind ik over het algemeen heel erg fijn hoor. Maar dus even pech hebben. Maar dit lakje dus specifiek niet. Ik heb ook deze in het groen. En ik kan me niet herinneren dat ik daar hetzelfde van vond. Want anders was me er wel opgevallen. Maar deze helaas niet. Dan iets wat eigenlijk geen overtuigende flop is. Maar wat ik gewoon ontzettend overpriced vind voor wat je krijgt. Dit is de Laneige lipmasker. Deze zat in de adventskalender van Cult Beauty. Die adventskalender vond ik trouwens helemaal geweldig. Ik denk niet dat ik hem volgend jaar nog een keer zou willen. Omdat die heel erg prijzig is. Maar er zitten echt super luxe producten in. Maar als je dit lipmasker koopt... Kost die minimaal €15. Cult Beauty zelfs duurder. Op Sephora is die geloof ik duurder. Het is een lip sleeping mask. Maar het doet niks meer dan een gewone lippenbalsem. Ik heb een tijdje hele droge lippen gehad. En ik denk van nou ik ga deze eens proberen. En er zitten gewoon geen bijzondere dingen in. Die echt ontzettend het verschil maken met een gewone labello. Volgens mij zit er ook gewoon. Dat staat er dan niet op. Maar ook gewoon vaseline en dergelijke in. Dus ik snap niet dat mensen €15 uit gaan geven voor een gewoon lipmasker. Of een gewoon een lippenbalsem. Want meer dan dat doet het niet. Het ruikt natuurlijk fantastisch. En het is natuurlijk een luxe product. Dus het voelt ook luxe aan. Maar ik zou het er zelf niet voor over hebben. Het is geen overtuigende flop. Maar het is gewoon... Ik vind het overpriced. Weet je? En dat mag je ook benoemen, toch? Dan lifestyle tops. En ik... Ik denk dat dit een top is voor deze maand, maar eigenlijk gewoon voor de rest van mijn leven. Mijn sociale omgeving. Echt, dan heb ik het over mijn ouders, over mijn vrienden, over mijn broer, mijn schoonzus, over mijn collega's. Ik heb zo'n geweldige mensen in mijn omgeving. Echt, die mensen zijn allemaal goud. Mijn vrienden, ik hoef maar te bellen en ze staan er voor me. Natuurlijk is het een wisselwerking. Ik weet heus wel dat ik ook gewoon waarschijnlijk gewoon heel lief voor hun ben. Althans, dat probeer ik altijd te zijn. Maar die mensen zijn gewoon goud.
En mijn familie ook. En ze zijn gewoon ontzettend lief en zorgzaam. En je vrienden kies je uit, maar je familie natuurlijk niet. Dus ik heb gewoon ontzettend getroffen dat ik het allebei heb. En lieve ouders. En lieve broer en schoonzus. En een lief klein nichtje. En ook familie, wat eigenlijk geen familie is. Althans, wat niet in DNA zit. En dan denk ik aan Daphne en Hilco en Mats. Dat voelt gewoon als familie. Ondanks dat het geen familieband is. Maar ook mijn collega's. Hè, als ik dat dan eens uit elkaar trek. We hebben geweldige schoonmakers. We hebben geweldige assistenten. Mat noemen we dat. Afdelingsassistent. Ik heb geweldige werkbegeleiders. Echt, die mensen zijn goud. Die hebben zo rete veel geduld met mij. Ik ben ook in opleiding. Tot dialyseverpleegkundige. Maar ook gewoon mijn directe collega's. Geweldige zorgcoördinaties. Geweldige teamleiders. Ik vind gewoon mensen in mijn omgeving gewoon geweldig. En ik vind dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, toch? Dat die mensen geweldig zijn. En dat is een top voor deze video, maar eigenlijk gewoon voor de rest van mijn leven. En weet je, je hebt natuurlijk altijd dat contact verwaterd of dat contact afneemt. Maar dat is dan zo. Maar mijn vaste vriendengroep blijft gewoon dezelfde. En dat is gewoon superleuk. Dus ik vind dat mag ook wel een keer benoemd worden, toch? Maar naast de fantastische mensen die ik heb, heb ik ook nog meer lifestyle favorieten. En dat is onder andere dit boek van over Dr. Kolff. Dr. Kolff, ik denk dat je hem niet kent, maar is de man die de eerste kunstnier bedacht heeft. Dit is hem, hallo. En dit boek gaat over hoe hij dat gedaan heeft. Ik werk natuurlijk nu op de dialyse. Dus dat zijn gewoon vaktechnisch gewoon hele interessante dingen. Mijn make-up valt hier allemaal van mijn bed. Ik zit ook echt op het puntje van mijn bed. Ik ga ze heel even anders doen nog. Ja, dat is beter. Waarom moet ik er zo vies bij kreunen? Geen idee. Maar wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, over Dr. Kolff. En ik werk natuurlijk op de dialyse, waar we natuurlijk gebruik maken van de kunst. En dit is vaktechnisch gewoon heel erg interessant. En hij heeft natuurlijk zich wel gebaseerd op onderzoeken van anderen. En dit is in de oorlog geweest. In 1943 heeft hij de eerste kunstnier uitgevonden. Was echt zo'n bakbeest. Nou hebben we tegenwoordig zo'n niertje waar het doorheen gaat. Dat is op basis van diffusie en van osmose, zou ik maar zeggen. Maar dit beschrijft helemaal hoe hij tot die uitvinding is gekomen. En het is gewoon een ontzettend interessant boek. Ik denk sowieso voor verpleegkundigen of mensen die geïnteresseerd zijn in de medische wereld. Maar natuurlijk al helemaal voor dialyseverpleegkundigen. Ik heb hem van Daphne gekregen voor Sinterklaas en ik ben er gewoon super blij mee. En ik heb hem al 2 keer gelezen. Waarom 2 keer? Waarom niet gewoon 1 keer? Ja, 2 keer. Omdat ik hem gewoon erg interessant vond. Dan nog 2 eetdingetjes. Ik ben een beetje into de kokosjoghurt de laatste tijd. Ik had laatste keer sojajoghurt geprobeerd. Nou, dat vond ik vies. Dat zou misschien wel een beauty dislike. Of een lifestyle dislike. Het was gewoon als ik vloeibaar karton zat te eten. Nou, ik wil er niemand mee beledigen. Want als jij sojajoghurt lekker vindt, gewoon lekker doen. Maar het zijn mijn dislikes en likes. Dus ja, ik vond het echt een flop. Sorry. Maar kokosjoghurt daarentegen is heel erg lekker. En er zitten heel weinig suikers in. Ik had ook gehoord over schapenjoghurt. Maar die kan ik dus nergens vinden. Dat er eigenlijk al helemaal geen suikers in moeten zitten. Ik ben niet helemaal keto meer aan het eten. Maar ik ben wel gewoon nog steeds aan het minderen met de suikers. Of gewoon, ik eet zo min mogelijk suikers. Ik vond dat gewoon kokosjoghurt gewoon ontzettend lekker. En er zitten weinig suikers in. Het is goed voedend. Het is goed. Er zitten veel mineralen in. Veel vitamine weet ik niet, maar mineralen zeker. Dus ja, dat is een dikke vette like. En wat ook een top is, zijn masala kruiden. Die heb ik ontdekt via een collega. En zij gaf aan van, die zijn ontzettend lekker. Vooral door overschotels of door eiersalades of zo. En die zijn bij de Albert Heijn te koop, maar bij de Aziatische supermarkt heb je grotere verpakkingen. Dus die heb ik nou en ik doe ze overal doorheen. Door mijn overschotels, door mijn roerbakschotels, door mijn wokdingetjes, door mijn gehakt, door alles eigenlijk, samengevat. Nog net niet door de yoghurt, maar dat is nog maar net niet. Dus dat is ook echt een lifestyle like. Dan mijn beauty favorieten. Een aantal daarvan. Deze, ik begin even met deze voordat ik mijn verhaaltje verder ga. Clay & Glow Hyaluronic Acid Tonic. Dit is een fantastische tonic. Hij is ook al goed gebruikt zoals je kan zien. Het is jammer dat hij wat prijziger is. Want ja, ik gebruik 2 keer per dag tonic. En ook 2 keer per dag deze. En hij, kijk, weet je, eerst had ik die van Olaze en die was 3, 4 euro of zo. Deze is 12, 15 euro, ik weet niet precies. Maar de ingrediënten zijn hier zo goed van. Er zit ook echt gewoon pure ingrediënten in. Water is het eerste ingrediënt, is eigenlijk standaard. Hyaluronzuur is al het tweede, dus er zit heel veel van in. Het derde ingrediënt is vitamine C. Het vierde ingrediënt is niacinamide. En het vijfde ingrediënt is pantenol en dat is vitamine B5.
Kabam! Boom! Doet hij gewoon even. En mijn huid gaat er ontzettend goed op vooruit als ik deze een tijdje heb gebruikt. Ik vind hun serum ook echt fantastisch. Ben ik ontzettend blij mee. Waarschijnlijk ga je deze ook kunnen zien in een random review video. Waarin ik dus 10 willekeurige beauty producten met je review. Daar was weer om gevraagd om die video. En ik denk dat is ook weer lang geleden. En normaal plaats ik dat soort dingen dan op Instagram. Maar natuurlijk niet iedereen heeft Instagram. Dus ik denk dat daar wat toch wel vraag naar is. Maar er zitten meer producten bij in deze video die je ook in die random review video gaat zien. Maar deze is ontzettend fijn. Dit is een tonic. Het meest geweldige product uit deze hele video. Dit product is awesome. Nikia Joy raad hem aan, of course. Want Nikia Joy bestaat voor 80% mijn make-up uit haar aanraders. Nee, dat is niet altijd waar. Maar zij heeft ook net als ik een vette huid. Dus wij hebben hetzelfde huidtype. En als zij iets heel erg fijn vindt, vind ik dat ook. Dit is de Clinique. Zo erg dat ik niet meer weet hoe die heet. Dat ik gewoon moet kijken. Even Better Clinical Serum Foundation. Voor een serum foundation verwacht je een product wat lichtgewicht is, wat een beetje dekking geeft, maar wat vooral heel goed verzorgt. Maar dit product is de bom. Hij is ontzettend dekkend. Ik heb hem nou ook op. Ik heb het idee dat mijn huid ontzettend flawless is. Het ziet er super mooi uit. Het is goed dekkend. Ik heb geen concealer nodig. Heb ik nou ook niet op trouwens. Hij brengt makkelijk aan. De kleur klopt. Dat is ook fijn. Ik ben er ook voor naar de Douglas geweest daarom. Om even het uit te proberen en zo. En wat het beste... Kijk, ik heb meer foundations die dat doen. Maar bijvoorbeeld die van Hourglass, de Ambient Glow, doet dat. Eentje die ik dadelijk ga laten zien, doet dat ook. Maar deze is A, net even iets mooier. En B, net even iets meer flawless. Deze blijft heel de dag zitten. Deze doet qua houdbaarheid, ik ga nou iets heel gevaarlijks zeggen, maar ik meen het wel, niet onder voor mijn Estée Lauder Double Wear. Deze blijft even goed zitten als de Estée Lauder Double Wear, maar hij is iets mooier. De Estée Lauder Double Wear is eigenlijk gewoon voor mij een dagelijkse foundation. Die ik echt gewoon heel graag op dagelijkse basis gebruik. Omdat hij zo goed blijft zitten. En omdat ik gewoon weet als ik hem om 7 uur 's morgens aanbreng, om 7 uur 's avonds zit hij nog. Maar hij is wat matterender. Dat is prima voor mijn huid. Maar deze is en wat meer flawless en blijft gewoon geweldig zitten. En ik ben er gewoon verliefd op geworden. Niet een beetje, maar hopeloos verliefd gewoon. En deze komt ook in de 10 random review video voorbij. Je ziet hem nou dus dat ik hem op heb. Maar dan heb ik ook foto's en zo van voor en na en weet ik veel wat. Dus die video biedt echt nog wel wat extra's. Maar deze. I'm in love. Over Nikia Joy gesproken. Als je me volgt weet je misschien wel dat haar compact powder mijn favoriete poeder ever is. Dit is echt serieus het meest geweldige poeder wat ik ooit heb gebruikt. En zo er een losse variant van. En die heb ik afgelopen maand, ergens halverwege januari of zo, besteld. En dit is ideaal, want het is dus de losse variant. Maar hij is even goed. Hij is wel wat poederig, want je ziet, ik heb hem nog niet heel vaak gebruikt. Maar je ziet wel wat gebruiksporen. Maar het is ontzettend mild, zacht poeder. Maar het geeft minder rotzooi dan de losse poeder. Vaak doe ik zeg maar op mijn T-zone de losse poeder. Dat doe ik dan echt inblenden met een beauty blender. Een natte beauty blender waar ik ook mee mijn foundation heb aangebracht. En dan deze op de rest van mijn gezicht. En dit blijft zitten als een huis. Zeker in combinatie met de Estée Lauder Double Wear of de Clinique Foundation. Dan het liefst nog zelfs de Hourglass en je light primer erbij. Maar ik ben ontzettend blij dat ik nou de losse variant heb. En deze kwam in eerste instantie gebroken aan. En ik heb een foto gestuurd van, joh, sorry, maar hij is gebroken. Ik denk, misschien krijg ik iets van mijn geld terug. Een deel. Want ja, weet je, ook gebroken poeder kun je nog gewoon gebruiken. Ik bedoel, dat was een hap uit, zou ik maar zeggen. En de rest zat gewoon nog in de pen. Of een kortingscode of iets, weet je. Ik denk, ga het proberen. Nou, 3 dagen later lag er nieuw op de mat. Dat is toch hartstikke tof? En hij is wel wat prijzig. Hij is €40, €50. Maar ik vind hem beter dan de Laura. Ik vind mezelf een beetje donker trouwens. Kom ik ook lekker op tijd achter. Beter dan de Laura Mercier poeder. Ik vind hem gewoon veel beter dan menig poeders dan die ik ooit heb gehad. Er zijn mensen die zijn helemaal razend over die van Sisley en zo. En die is €80. Ja, die vind ik dan weer niet zo fijn. Zelfs niet met mijn vette huid. Dat zou helemaal geweldig moeten zijn voor de vette huid. Nou ja, ik heb er niks mee. Maar deze is echt een bom gewoon. Top. Nou gaan we alleen maar in prijsklasse omlaag, beloof ik je. De ELF CC Camo CC Cream. Dit is een dupe van de IT Cosmetics CC Cream.
En als je me volgt, weet je misschien dat ik die helemaal geweldig vind. En dat ik die eigenlijk gewoon 2 jaar geleden gewoon iedere dag gebruikte. En ik ben het toen niet meer gaan gebruiken omdat ze allebei op waren. Zowel de matte variant als de gewone variant. En dat ik gewoon een vrij duur vond om opnieuw te kopen. En dat ik ook nog andere foundations had liggen. Maar die vond ik geweldig. En deze vind ik ook echt geweldig. Deze komt wederom in de 10 random review video tevoorschijn terug. Dan laat ik ook zien hoe die eruit ziet en zo op mijn gezicht. Hij is ietsjes te warm, dus ik meng hem een heel klein beetje met mijn NARS Sheer Glow Foundation. Dat is een eigenlijk iets te warm en iets te donker. Dat is een wat lichtere foundation. En dan is hij gewoon geweldig. Er zit SPF 30 in, hij dekt goed, hij houdt het niet zo goed als die van Clinique of die van Estée Lauder. Maar zo'n uur of 6, 7, 8 misschien zelfs wel houdt hij het gewoon ontzettend goed vol. En het resultaat is er ook gewoon ontzettend mooi van. Dus ik ben hier helemaal blij. Maar hij kost 15 euro. Douglas heeft geregeld aanbiedingen dat ze 15 of 20% korting hebben. En dan zou ik hem zeker inslaan. Hij is echt geweldig. Heb ik nog iets voor de nails? En dan hebben we nog oogschaduw dingetjes. Dit is de Sash Feet Top Coat. En ik heb deze heel lang niet meer gehad. Maar in mijn opgemaakt video van het hele jaar. Zeg maar, van ik liet zien welke make-up ik allemaal heb opgemaakt in 2022. Zat deze bij dat die op was afgelopen jaar. En ik denk, dit is nou echt een product dat ik gewoon mis. En niet wat ik actief miste. Want ik had hem dus niet opnieuw gekocht voor die tijd. Maar ik dacht van, ja, ik heb s'avonds zo vaak dat ik mijn nagels zit te lakken en dat de volgende dag toch weer putjes in mijn nagels zitten. En dat had ik met dit product gewoon helemaal niet. Dus waarom ga ik hem niet nog een keer opnieuw kopen? Nou, ik heb er 2 besteld op een of andere website. Wat niet zo'n bekende website is, want op Douglas was hij steeds uitverkocht. En ik ben er wel helemaal verliefd op. Dus het is echt een herontdekking van hoe geweldig ik hem vind. Je brengt deze aan en een half uur later kun je gewoon gaan slapen zonder dat je putjes in je nagels hebt. Je kunt ermee in bad, je kunt ermee gaan douchen. Het blijft gewoon zitten als een huis. En ik ben hier gewoon weer helemaal verliefd op. En ik heb er nog één. Ik heb hier een backup van. Want ik wil nou gewoon niet meer zonder komen te zitten. Dan heb ik 4 producten van Kiko, waarvan 2 soorten. Deze kon je zien, dit zijn oogschaduwpotloodjes. Ik heb 2 willekeurige, maar ik heb er meer. En het feit dat ik er ook meer heb, wil ook wel zeggen dat ik ze gewoon ontzettend goed vind. Dit zijn, hoe heten die dingen ook alweer? Long Lasting Eyeshadow Sticks, 8 Hour No Transfer. Nou ja, ze houden het echt langer vol dan 8 uur, dat in eerste instantie al. En deze vind ik heel erg fijn op luie dagen of dagen dat ik een vroege dienst heb. Je doet het op je ooglid en misschien een beetje bruin in je crease. Ik doe dat niet altijd. Eyeliner, mascara en ready to go. Ze blijven zitten als een huis. De kleuren zijn ontzettend mooi, ook om als basis te gebruiken. Ik heb nou bijvoorbeeld die roze als basis gebruikt en daar dan ook schaduwtje overheen. En deze zijn gewoon geweldig. De onderste is de roze en de bovenste is de bruin. Maar dat had je zelf ook wel kunnen zien, denk ik. Ze blijven zitten als een huis. Als ik deze nou heel eventjes laat drogen en ik ga daarna overheen wrijven en weet ik veel wat. Het gaat er gewoon niet van af. Wel gewoon met micellair water, maar niet zo, zeg maar. Dus, en dat is ook wel heel erg vrouwtje proef. En dit is ook geweldig van Kiko. Allebei zijn ze van Kiko. Dit zijn moes oogschaduws. En ik had eigenlijk mijn oog laten vallen op de groene variant. Maar die is steeds uitverkocht. En ik heb nou 2 andere meegenomen. Het is een beetje een moes gel-achtig spulletje. Dit is de kleur 04. Rosy Silver heet die, als ik het goed heb. En het is een cool kleurtje. En dit is ook gewoon als ideaal als basis voor op je ooglid. Ontzettend gepigmenteerd. Blijft ook zitten als een huis. Ik zou in principe inderdaad deze een heel klein beetje, ik heb nou te veel gepakt, heel klein beetje om een ooglid kunnen doen. En eventueel wat bruin in je crease blenden en ready to go. Maar ook als basis is deze ontzettend mooi. Deze heb ik heel vaak al gebruikt. En deze heb ik relatief nieuw. Dit is de kleur 01. En volgens mij heet die champagne. Want die kleuren hebben dus, nummers hebben namen. Alleen dat staat er niet op de verpakking. Ik heb echt gewoon moeten boenen om het eraf te halen. Want ik denk, anders zit dadelijk alles onder. Want ze moeten wel even goed drogen. En dat denk ik niet zo'n koningin. Deze heb ik pas 1 keer gebruikt. Maar dit is dus de kleur champagne. En die is wat neutraler. Die andere is echt overwegend koel. En deze lijkt heel warm. Maar als je hem gaat blenden, dan is die wat neutraler. Dat is natuurlijk mijn hand een beetje nat. Dit lijkt ook wel een beetje andere formule trouwens. Maar dit is ook gewoon een hele mooie basiskleur voor op het ooglid. En misschien ook wel gewoon voor op het hele oogletje. Dat je gewoon een beetje een shimmertje hebt. En deze blijven ook zitten als een huis. Als een huis.
Dan iets wat je kon zien bij de shoplog van de Big Bazaar en de Action. Dat is dit oogschaduwpalet van Technic. Dit is het laatste ook. Dit palet is echt een bom. Deze komt ook in de 10 random review video terug. En dan krijg je ook swatches en alles te zien. En laat ik ook zien welke look ik ermee gemaakt heb. Maar dit is echt de bom. Ze zijn wel wat poederig. Maar ik heb er geen last van. Je moet wel eerst je oogschaduw aanbrengen en daarna pas je mijn gezichtsmake-up, want ze geven wat fallout. Maar het pigment is hier goed van. Ze blenden supergoed. Ze blijven heel de dag zitten, ook zoals je ze aanbrengt. En voor 8 of 9 euro bij de Big Bazaar, dit is echt gewoon de bom. En hij zit ook in mijn everyday bakje. Ik zal voor de grap eens even wat swatches laten zien. Hè? Nogmaals, als je ze allemaal wil zien, moet je even wachten op de random review video. Ontzettend boterig brengen ze ook aan. Ontzettend zacht. Sommige matte kleuren hebben even een douwtje nodig. Maar dat is ook niet zo heel erg, toch? Koek. Kabam in your face. Boom. Geweldig, toch? Dus dit is ook zeker een like van de afgelopen tijd. Ik heb nog niet heel veel gebruikt, omdat ik er pas foto's van heb gemaakt. Maar de eerste 2-3 indrukken in ieder geval zijn heel erg goed. Goed, dit waren mijn tops en flops van de afgelopen tijd. Mocht ik binnenkort weer nieuwe ontdekkingen hebben en zo, dan laat ik het je weten. En dan komt er vast weer een nieuwe video. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Even één druk op de rode knop. Doe een duimpje omhoog en heel graag tot de volgende keer. Doei!